Hollands bij Radio 10. Het is 9:30. Goedemorgen. Ja, ja. Kijk, de app Tinder ken je misschien wel. Dan kan je, hè, voor mensen die vrijgezel zijn, kunnen dan afspraakjes maken. Maar bestaat ook zoiets voor honden? Nou, volgens mij wel. Tinder voor honden. Nicole Kinsbergen, goedemorgen. Tinder voor tackles. Ja, zo zou je het inderdaad kunnen noemen. Maar alleen de honden snuffelen aan elkaar, niet de baasjes. Oh. En het gaat om het plezier, dus niet om de lust. Maar Nicole, even naar het begin. Hoe ben je erop gekomen? Ja. Nou, ik heb zelf een hond en daar ga ik vaak mee naar het park, want honden zijn sociale dieren. Die willen lekker met andere honden rennen en ravotten en spelen. En dan ging ik naar het park en dan troffen we letterlijk geen hond. Of eentje die geen zin had om te spelen of waarmee het niet klikte. En dat was dan zo'n teleurstelling. Ja. En het is belangrijk voor honden om sociale contacten te hebben, om hun energie kwijt te raken, om stabiele, zekere honden te worden. En ik had zoiets van, wat gek dat nog niet bestaat. En zo is het eigenlijk gekomen, Doggy Dating. Je hebt alle neuzen dezelfde kant op gekregen en Doggy Dating, dat is... Maar hoeveel hondenbezitters hebben zo'n app dan? Want ja, moet er net in de buurt iemand zijn die ook een Tinder Doggy Dating app heeft. Ja, dat lukt hoor, want hij is 110.000 keer gedownload al. Oh. En elke maand komen daar 2.000 nieuwe honden en baasjes bij. Hoeveel hondenpoep is dat bij elkaar? Hoeveel kilo? Daar hebben we nog geen onderzoek naar gedaan. Zullen we eens doen. Maar elke hond heeft net als op een echte datingsite een profiel in de app. Dus een foto en zijn naam en zijn leeftijd. En wat voor honden die leuk vindt om mee te spelen. Wat grappig, joh. En zodra er een nieuwe date in de buurt is, krijgen alle baasjes een melding. Dan horen ze twee blafjes. En dan weten ze meteen dat het om de dating app voor honden gaat. Precies, er is een match. En dan kijken ze en denken ze, nou wat leuk, zondag in het Spanderswoud, een wandeling. Ja, nou, ja. Dat is helemaal gezellig. Nou, volgens mij is het super handig, Nicole. En ik denk ook dat mensen, vooral hondenbezitters, is heel erg leuk. Ze hebben één keer de app noemen, het heet Doggy Dating. En ik wens je heel veel succes met de komende jaren met de app. Nou, super bedankt. We bestaan 5 jaar, dus op naar het volgende.